Goedemiddag op deze woensdag. Het is 2 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb nu maar even lekker een warm vest aangetrokken, aangezien ik het gisteren zo onwijs koud had. De zon schijnt wel. Maar ja, het is eigenlijk gewoon even voor mezelf dat ik zoiets heb van, nou, dan probeer ik het in ieder geval niet zo koud te krijgen als gisteren. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken en ik heb er met verbazing naar zitten kijken. Ik had me zo erg medelijden met Maurice op een gegeven moment. Maurice is getrouwd met Arjan. En Arjan heeft naderhand gezegd dat hij eigenlijk nee had willen zeggen. Dat begon eigenlijk al gelijk nadat ze de huwelijksnacht hadden gehad. Hij kreeg paniekaanvallen, hij voelde het niet. Nou, ze zijn naar huis gegaan. Eigenlijk met de intentie de koffers te pakken voor de huwelijksreis. Maurice is uiteindelijk alleen op huwelijksreis gegaan en die hoopte eigenlijk dat Arjan nog zou komen. Maar dat was Arjan niet van plan. Toen heeft Carlo een gesprek met hem gehad en ja, nee, ik voel het niet. En ik heb het idee dat mijn broer daar stond. Het maakt me verder niet uit hoe iemand eruit ziet. Nou, dat is al een leugen, want het maakt je daadwerkelijk wel uit, want ze leken voor geen meter op elkaar. Ze leken niet eens broers, maar oké, dat terzijde. Dus dat vond ik al een beetje dubbel. Nou, toen heeft Arjan dus een brief geschreven naar Maurice dat hij eigenlijk niet meer verder wilde met het experiment. Dat hij nog wel vrienden wilde zijn, maar dat hij verder eigenlijk niet het meer zag zitten, want hij voelde het niet. Maar voor Maurice was het eigenlijk ook niet echt een duidelijke brief. Hij zegt, ik kan hier helemaal niks mee, want ja, weet je, er stond ook niet in, ik kom ook niet... Ik kom ook niet naar je toe op de huwelijksreis of zo. Dat vond ik al best wel een beetje slap, weet je wel. Als je dan gewoon wilt zeggen van, nou ja, ik zie het niet meer zitten. Had dan die man even gebeld, weet je wel. Of in ieder geval, ja, dat is dan ook niet persoonlijk. Maar omdat je op dat moment ver bij elkaar vandaan zit, had in ieder geval gewoon gebeld en niet via zo'n brief. Dus ja, hij was ook helemaal overstuur, Maurice. En ja, dat vond ik echt wel heel sneu. Ik snap niet hoe ze deze man hebben kunnen uitkiezen, die Arjan, want hij wilde er gewoon niet voor gaan. Dus ik vond het wel verbazingwekkend. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's verder bewerkt. Ze zijn bijna af. Ik moet er nog paar die moeten nog even in elkaar gezet worden. Ik moet er nog eentje maken. Dus op zich is het allemaal wel goed gegaan. Maar ik had een beetje iets vies meegemaakt. Hey! Dat is niet de bedoeling. Nee, het is niet de bedoeling om op die plank te gaan zitten. Daar ben je te zwaar voor. Dat doen we niet. Ik had het idee dat er een beetje in mijn navel een beetje een soort van hard stukje zat. En ik wilde dat eigenlijk even schoonmaken, maar ik kwam er niet zo goed bij. Dus ik dacht, laat ik mijn piercing er eventjes uithalen. Maar ik heb die piercing jaren geleden ingedaan, omdat ik eigenlijk mijn piercings nooit wissel. Haal ik hem er eigenlijk ook nooit uit. Nou, dat was niet zo'n heel goed idee, want ik had het balletje eraf gedraaid en ik kreeg hem eigenlijk een soort van niet uit mijn navel. Ik had het idee dat hij een beetje vast zat, dus ik probeerde het een beetje te wiebelen en te bewegen. Uiteindelijk kwam hij wel los en er zat dus gewoon allemaal vel om die piercing heen. Dus ik heb dat uiteindelijk wel schoongemaakt. Uit mijn navel kwam niet echt vel, maar oh, het was echt best wel vies, maar het was ook wel gewoon even dat ik zoiets dacht, oké, ik moet toch echt wel vaker gewoon die piercing er dus uithalen, in ieder geval om het schoon te maken. Maar ja, je denkt altijd, het spoelt wel schoon onder de douche, maar er gaat toch wel vel aan zitten. Dus dat was even minder, maar goed, het is schoon geworden. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken. Ik had de naam even opgezocht. Ik zal het even kijken of ik hem kan terugvinden. Het is wel grappig, want het zusje van Britney Spears zit erin. Sweet Magnolia's heet die serie. Hij was een hele grote, hoge match met mij, dus dat was wel leuk. En daarna had ik Flikker, dus dat was het ook. Ik ga zo even een wasje bij elkaar rapen. De handdoeken moeten gewassen worden. Ik heb heel veel was. Dan ga ik hier eventjes de boel doen. En daarna ga ik eventjes lekker met de doodles verder, want de nieuwe doodles staan ook al online voor maart. En dan kan ik even die van februari de laatste afmaken en dan is het ook klaar. Dus ja. Tijd om eventjes wat te gaan doen. Ik ga muziek aanzetten en eventjes aan de gang. Trouwens, gisteravond ook nog Animal Crossing gespeeld. En we hadden maandag carnaval op Animal Crossing. Nou, ik heb wel gelachen. Ik had het nog nooit meegemaakt. Er was een pauw, die noemde zich Paaf. En dan moest je veren aangeven. En als je dan dus goed deed, dan kreeg je allemaal beloningen. Maar die
Pauw vond ik gewoon een beetje engig. Hij ging niet zo heel overdreven dansen, maar het was wel heel grappig om mee te maken. Omdat het voor mij natuurlijk de eerste keer was en ik het nog niet kende. Dus moest je veren vangen met je net en dan zegt hij, gaf je een veer. Paaf wil meer veren. Nee, paaf moet meer veren, zei hij dan. Ja, het was een beetje een vreemde pauw, maar het was wel heel leuk om mee te maken. Zo, nu ga ik echt eventjes hier lekker aan de gang. Gisteren thuis en toen merkte ik dat er wat in mijn haar zat en er zat dit gekkige ijzertje in. Ik weet eigenlijk niet waar het vandaan komt. Ik vond het zo gek dat het in mijn haar zat. Nee, ik weet echt niet wat het was, maar het zal wel, het was heel gek genoeg zijn. Ik ben lekker klaar. Alles is weer lekker schoon hier. Ja, het stof wijdt al wel weer, maar dat komt natuurlijk door de zon die schijnt. Het was wel een beetje dom, want ik had de handdoeken erin gedaan. Toen zag ik er dus nog eentje liggen en toen draaide de was al. Toen dacht ik, shit, die had er eigenlijk nog bij gaan moeten. Maar ja, ik was te laat, dus dat werd hem gewoon niet meer. Dus dat moet ik maar de volgende keer weer eventjes doen. Ik heb ook eventjes de foto's gemaakt die nog gemaakt moesten worden. Die zijn ook klaar. En toen heb ik lekker eventjes doodles getekend. Ik heb februari af en begonnen met maart. En daar zijn eigenlijk de eerste vier sowieso vanaf. En alleen van de vijfde moet ik de achtergrond nog inkleuren. De eerste vijf doodles zijn al af, dus dat is wel lekker. Ze zijn ook wel leuk, want ze hebben dus te maken met bijen, wat ik al vertelde. Soms best wel moeilijk, maar ik probeer het dan gewoon een beetje makkelijk te tekenen. Want ik blijf gewoon heel eerlijk, tekenen is niet mijn sterkste punt, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dus ik vond het wel leuk om daarmee bezig te zijn. Nu hebben de katten net lekker gegeten. Ga ik zo nog even lekker relaxen. Dan straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je Steenrijkstraat Arnhem, dat ga ik kijken. En verder eigenlijk niet echt iets, dus ik ga wel even kijken of er nog wat is met Zeppel of zo. Ik moet sowieso dus even de blogpost afmaken. Dan kan ik ondertussen al mooi even die foto's verder bewerken. Verder ga ik weer Sweet Magnolia kijken en heb ik weer flikken vanavond, dus dat is het ook eigenlijk wel. Dus niet heel veel bijzonders, maar ja, gewoon op zich wel een lekker avondje, dus op zich ook wel weer zin in. Maar in ieder geval weer blij dat alles hier weer klaar is. Ik had de boeken eraf gehaald en daar zat dus een zilvervis achter. Nou, daar was ik niet blij mee, die heb ik gelukkig wel weg kunnen halen. Dat heb ik al wel vaker verteld. Als je die laat zitten, dan kunnen het op een gegeven moment papiervisjes worden. En dan vreten ze zo je boeken weg. En ik had ook een mug in huis, maar die is inmiddels gelukkig ook weg. Die zag ik gisteravond al vliegen. Toen heb ik hem geprobeerd te vangen en dat lukte niet. Maar nu heb ik hem gevangen, dus dat is fijn. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Ik kreeg nog wel een fantastische foto van Lente die helemaal aan het lachen was. Heel lachend erop stond. Echt super lief. Dus dat was echt, ja, heel leuk om te zien. Goed, ik ga relaxen, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 3 maart. Het is best wel zonnig buiten. Je hebt al een beetje het lentegevoel, maar het is natuurlijk nog wel winter. Maar het is niet echt super koud of zo. Het is minder koud dan de afgelopen dagen, vind ik persoonlijk. Ja, op zich wel lekker weer. De zon schijnt, dus prima. Ik heb gisteravond televisie gekeken. Ik heb Steenrijkstraat Arnhem zitten kijken en ik heb er met argusogen naar zitten kijken, want ik irriteerde me mateloos.
Voor de mensen die niet weten wat dit voor programma is. In dit programma heb je twee gezinnen, een rijk gezin en een arm gezin, die ruilen een week van leven. Nou, dat arme gezin, het waren beide alleenstaande moeders met twee dochters. Dat arme gezin, zij had op straat geleefd en had nu een heel leuk appartementje. Met de spulletjes waren allemaal gekregen en tweedehands, maar het zag er allemaal hartstikke leuk uit. Ze had het hartstikke leuk voor elkaar. Nou ja, ze gingen dan het leven van de rijke leven. Op een gegeven moment gaf ze wel ruim 600 euro uit bij de speelgoedwinkel. Toen had ik zoiets van, nou, was niet helemaal nodig geweest, denk ik. Maar goed, je mag het uitgeven zoals je wilt. Ik had dan liever, denk ik, wat meer kleding gekocht voor de kinderen dan heel veel speelgoed. Maar goed, dat is een keuze die persoonlijk is. Maar ik heb me zo geïrriteerd aan dat rijke gezin. Een moeder ook met twee dochters. De jongste dochter deed niet mee. Waarom dat was, dat werd ook niet echt duidelijk. En die dochter zegt op een gegeven moment, die oudste, die deed dan wel mee. Ik ben niet verwend. Want zij vond, als je verwend bent, dan ben je niet dankbaar voor de spullen die je hebt. En zij vond zichzelf wel dankbaar. In het volgende shot zie je de moeder zeggen, ja, als haar dochter thuis komt en ze wil schoenen hebben van 800 euro, krijgt ze die. Een week erop komt die dochter weer thuis. Ik heb een feestje, maar ik heb geen schoen om aan te trekken. Dan zegt die moeder, ja, je hebt vorige week nog schoenen gekregen. Ja, maar die vind ik niet meer leuk te gaan, die ga ik niet meer dragen. Nou, sorry hoor, maar dan ben je echt wel super verwend. Vervolgens gaan ze naar het huisje toe. Die dochter loopt de hele tijd met een zonnebril op het gezicht. De zon scheen niet. Ze liep echt een beetje rond met een attitude. Ze deed net alsof ze Paris Hilton was. Weet je wel? Zo'n zonnebril op het gezicht. En ja, oh, wat arrogant. Ze zien de toilet. Oh, ik hoop niet dat dit de wc is. Ja, sorry, je ziet toch dat dit de wc is? Ik weet niet hoor, maar hoeveel vierkante meter wil je hebben voor een wc? Het is niet de bedoeling dat je daar nou de halve dag gaat doorbrengen. Maakt het uit hoe klein een wc is? Nee. Nou, vervolgens ging ze klagen dat het huis vies was. Nou, dat vond ik wel meevallen. Je zag inderdaad een knopje van het licht waar wat vuil op zat en de deur waar wat vuil op zat. Maar dat zijn ook dingen die je makkelijk kunt vergeten. En vooral met kinderen denk ik dat je best wel snel vuil hebt op je deur. Ja, nee, ik kan hier niet leven. Toen moesten ze schoonmaken. Nou, die dochter ging erbij zitten en een beetje de stofzuiger heen en weer bewegen. Ja, zegt die moeder, ja, ik maak mijn eigen huis niet eens schoon. Waar moet ik dan mijn ander gaan schoonmaken? Nou, toen gingen ze nog even naar de stad, want ja, ze konden natuurlijk niks kopen. Oh, ik voel me net een zwerver, zegt die dochter. Nou, wat een vreselijk gezin. Ik heb ook even de reacties gezien en heel veel mensen hadden ook dit. En toen zei ze ook nog bij het eindgesprek, die rijke gelijk, ja, ik vond jou zo vies. Ik denk, doe even normaal. Wat verschrikkelijk. Daarna heb ik even Roy Akkers gekeken en die was bij Willy Broert Verken. En normaal kijk ik het programma uit nooit, maar ik vond dit wel interessant omdat je dus weet dat hij heel erg ziek is. Hij heeft een extreme vorm ook van Parkinson. Het is wel zo dat hij zeg maar wel, zijn geheugen is nog heel erg bij, maar hij merkt het vooral lichamelijk. Dat hij dagen heeft dat hij niet meer zijn bed uit kan komen. En zijn spraak, het wordt wat moeilijker. Maar hartstikke leuke vrouw heeft hij. En nou, hij weet dus dat hij niet heel lang meer te leven heeft. Maar hoe lang dat weet, kunnen ze eigenlijk niet vertellen. Maar je kon gewoon merken dat hij nog wel de tv-maker was. Ik heb vroeger zijn programma wel eens gezien. De week van Willy Broerts. Hij nam ook nooit een blad voor zijn mond. En dat vind ik altijd wel mooi bij dit soort mensen. Dat je dan zo'n programma maakt en dat je het eigenlijk heel goed doet. Maar hij gaf toch toe dat hij altijd wel zenuwen had gehad. Maar ik vond het ergens ook wel een beetje emotioneel. Hij had op een gegeven moment ook zoiets van, ja, ik weet ook niet of ik eigenlijk altijd wel goed ben geweest voor mijn kinderen. Toen zei zijn dochters ook later, ja, nou, wij hebben het altijd, voor ons was het heel normaal dat hij niet zo heel veel thuis was en zo. En dan stuurde hij altijd een kaartje met nummers erop. En dan kwam kaartje 5 bijvoorbeeld als eerste binnen. Dan had hij de andere kaartjes nog niet gehad en stond dan een rebusje op. Dus ik vond het wel heel indrukwekkend. Maar ook gek om te zien, want hij maakte natuurlijk dat programma Beter Laat Dan Nooit met wat oudere mensen ook. Ik heb last van een traanoog overigens. En ja, dat je daar dan nog iemand ziet die eigenlijk nog heel vitaal is en helemaal goed is en goed bij spraak is en dat het in zo'n korte tijd kan veranderen. Want het laatste seizoen was van 2020. Ze zijn nu ook, ja, ik wil eigenlijk nog wel een seizoen maken, maar goed, dat gaat natuurlijk niet meer gebeuren. Maar het was wel mooi. Ik heb mijn artikel geschreven, ben ik lang mee bezig geweest, want ja, het was veel.
En daarna, ik heb eventjes de thumbnail gemaakt en de vlog ingepland. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken en daarna Flikken. Dus dat was het verder ook wel. Oh, ik heb gisteren lekker mijn M&M's ijs gegeten. Het was zo lekker. Ik had zo'n pot dan in de vriezer. Toen heb ik daar gisteren wat van gegeten. Het was zo lekker. Heerlijk. Ik ga eventjes stofzuigen. Dan ga ik video opnemen. Nog een klein deeltje opnemen voor de Actionshop blog. Ik had die eigenlijk al opgenomen voor volgende week. Maar daar komen dan nu nog even de spulletjes bij van afgelopen week die ik heb gehaald. Dus die voeg ik daar nog even aan toe. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga nu eventjes aan de gang. Zo, de katjes hebben lekker hun eten op. Ik heb de video gelukkig kunnen opnemen. Dat is allemaal wel goed gelukt. Ik heb boven even de boel een beetje overhoop gehaald. Maar daar ga ik van het weekend mee verder. Want ik moest even kleerstumps hebben. Ik wist even niet waar ik ze had gestopt. Maar goed, dat gaan we van het weekend dus eventjes helemaal mee aan de gang. Dus dat is een leuk klusje voor zaterdag. Dan gaan we beginnen met ordenen. Ik heb wel mijn nagellak helemaal beschadigd, dus dat gaat er straks wel af. Want ja, ik heb nu best wel veel chips. Maar ja, ik heb ook nog eventjes die overige twee rekjes van Ikea in elkaar gezet. Dan kan ik die morgen ook mooi eventjes er neerhangen. Ik hoef alleen nog even schroeven in, want ik heb er ook al pluggen in zitten. En nou, lekker wel eventjes gebullet journal, dus even wat stempelwerk gedaan en zo. Maar ik heb dus een video opgenomen. Kijk, ik heb de zwartjes nog op mijn hand zitten. Ze willen er niet af. Dus ik hoop dat ze straks eraf gaan met douchen. Ja, op zich wel een lekker middagje. Dus goed gewerkt. Ik heb hier eventjes wat dingetjes gedaan. Dus ik ben wel eigenlijk wel heel blij. Alleen ben ik niet zo blij, want Tijgertje wilde heel slecht eten. Dus Muis is nu alles op gaan eten. Ik geloof niet dat ik dat heel fijn vind, want dan is er weer een kans dat ze haar maagje niet aan kan. Maar dat moet ik maar gaan zien. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je meester van Frank Visser doet uitspraak. Dus ik ben wel benieuwd of het nieuwe zijn. Dat ga ik wel zien. Ik heb nog echt geen idee. En ik denk dat ik nog even een aflevering van de Verhulsjes ga kijken. Ik ga sowieso nog even lekker Animal Crossing doen. Dus wat dat betreft wordt het wel een prima avondje. En ik moet even foto's bewerken. Alleen ik heb zo'n vol laptop. Ik weet even momenteel niet wat ik ermee aan moet. Het is echt drama. Eigenlijk zou die een keer helemaal leeg moeten. Maar het probleem is, dan ben je gelijk al je wachtwoorden kwijt. Ook van websites en zo. Dat vind ik altijd een beetje vervelend. Want ik heb bijvoorbeeld bepaalde sites voor mijn boeken geregistreerd. En dat is nog op een oud e-mailadres. En ik kan het e-mailadres niet wijzigen. Dus ja, het is allemaal een beetje gedoe. Dus daar moet ik nog eventjes over nadenken hoe ik dat wil gaan oplossen. Maar goed, daar moet ik nog even naar gaan kijken. En verder ga ik vanavond weer Sweet Magnolia kijken. En heb ik vanavond Flikken. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Dus niet heel bijzonder. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Ik moet even een kandel maar halen. Ik zag toch een klein klitje. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 4 maart. Ik ben klaargemaakt. Het is weer zonnig buiten. En ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen. Heb ik wel zin in. Even lekker mijn bed verschonen.
een wasje aanzetten. Dus eventjes lekker alles weer doen. Ik heb gisteravond Meester Frank Visser gekeken. En ik heb al veel van dit programma gezien, maar dit was zo erg. Het was een hele heftige burenruzie. Ze schreeuwden naar elkaar, ze scholden naar elkaar. De ene buurvrouw had de andere buurman blauwe verf in het gezicht gespoten. Nou, ik zag de foto's, ik moest toch een klein beetje lachen, want hij leek wel een smurf. En ik hoorde gelijk, waar komen jullie toch vandaan? Waar de smurfenhuisjes staan? Nou, ik had echt gelijk het smurfenlied in mijn hoofd. Het witte mutsje ontbrak nog, zeg maar. Maar ja, wel triest natuurlijk dat je met verf gaat gooien. En dat is ook absoluut niet oké, maar ja. Toen kwam meester Frank Visser op dat bezoek. De bloempotten die vlogen hier rond. Hij had bijna een bloempot tegen zijn gezicht aan. Nou, hij moest echt ingrijpen. Uiteindelijk heeft hij wel een hele terechte uitspraak gedaan. Maar dat je zo'n burenruzie kan hebben, het was gewoon echt asociaal. Het was niet normaal. En ja, ik vond het best wel heftig. Ik zou eigenlijk de verhulsjes gaan kijken, heb ik niet gedaan. Want Ajax moest spelen en dat begon gisteren om 8 uur. Dus ik heb eerst een stuk gekeken, zeg maar, op de laptop. Dan had ik 2 schermen. En daarna heb ik de rest van de wedstrijd op televisie gekeken. En het was voor de beker. Nou ja, voor de finale, zeg maar. Finale plaats. Ze moesten tegen AZ. Ik moet eerst weer iemand... Kijk, zij gaat steeds hier op dat dingetje. En dat wil ik niet hebben. Was dus voor de... halve finale van de beker tegen AZ en Ajax heeft gewonnen uiteindelijk met 2-0. Ze kwamen wel moeilijk op gang, maar heel knap. En we spelen nu de finale tegen PSV, maar dat is pas in april. Dus dat duurt nog even. Maar dat was wel leuk om naar te kijken eventjes. Ik heb foto's bewerkt. De laptop leek nu op een of andere manier weer wat minder vol. Ik kon weer wat meer kwijt, dus dat was wel heel fijn. Maar ik weet niet waar het vandaan kwam. En ik heb Sweet Magnolia's gekeken en daarna lekker flikken, dus dat was het ook. Dus ja, prima avond. Ik heb wel weer bijna mijn boek uit, dus ik moet bijna weer een nieuw uitkiezen. Vind ik altijd wel jammer. Ik weet eigenlijk niet of er nog een vervolgboek komt. Volgens mij niet, maar ik ga het zien. Ja, ik ga het nu eventjes ook de plankjes ophangen. Ik had ze al in elkaar gezet. Die hoeven alleen nog even aan de muur. Dan kunnen de rest van de nagellakjes erop. Dan is dat ook weer uit de slaapkamer. Dus ja, ik ga even een was inzetten en ik ga jullie gewoon meenemen. Dus muziek aan en aan de gang, zou ik zeggen. Thank you.
ben klaar. Katten hebben net gegeten, maar het viel me zwaar. Ik had eerst geprobeerd die plankjes op te hangen. Is uiteindelijk wel gelukt. Maar ik had al een hele lamme arm van het indraaien van de schroef. Want ik doe het altijd met gewoon een schroevendraaier op zich prima. Nou ja, toen moest ik alles nog schoonmaken. Dus ik ben iets later klaar dan normaal. Ik heb een heel klein sneetje hier. Die doet heel zeer. Maar het is allemaal weer lekker schoon. Maar ik ben nu ook wel zat. Net even de was in de droger gedaan. Die was ook al klaar. Ik heb de emmers weggezet, stofzuiger en ze opgeborgen. Dus ja, op zich ook wel prima. Maar ik merk wel gewoon nu dat mijn lichaam echt eventjes rust nodig heeft. Dat ga ik soms dan ook gewoon lekker even doen. Even lekker relaxen. Even wat drinken. Vanavond heb je natuurlijk weer Flikker Maastricht. Ik ga straks eerst douchen en eten. En dan lekker Flikker Maastricht kijken. En daarna ga ik Nieuw Amsterdam kijken. Ik denk nog wel eventjes gamen. Ik moet sowieso een video in elkaar zetten voor morgen. Ik moet mijn blogpost nog schrijven. En ik ga sowieso Sweet Magnolia kijken. En vanavond ga ik beginnen aan Mokromafia. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want dat schijnt wel heel spannend te zijn. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat een beetje gaat lopen. Maar goed, zo eerst even lekker relaxen. Want is dat herkenbaar voor mensen? Zijn jullie ook dan heel erg moe als je je slaapkamer of iets hebt gedaan? Ik merk gewoon altijd dat ik echt gewoon helemaal op ben dan. Het is zo raar. Dus vind ik het altijd wel lekker om even te gaan relaxen. Dus goed, dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 5 maart. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo meteen naar boven, want ik ga mijn knutselhoek opruimen. En sommigen van jullie zullen dat misschien wel heel leuk vinden, want er is mij al een paar keer gevraagd van hoe ziet het er nou uit. Nou, nu even niet, want het is gewoon één grote bende. Maar ik wil daar dus een begin mee maken om te gaan opruimen. Vooral omdat ik ook bakken heb gekocht afgelopen week en ik had er al plannen mee. En ik heb dus zin om daar nu lekker mee aan de gang te gaan. Het is momenteel echt een beetje ontploft, want ik had van de week met bullet journalen had ik wat clearstamps nodig. En die lagen allemaal verspreid. Dus die lagen niet zo netjes, dus die ga ik nu allemaal ordenen. Dus ja, ik ga gewoon jullie daarin meenemen. Daarna ga ik nog even bullet journalen. Ik heb gisteravond Flikker Maastricht gekeken. Super mooie uitzending, weer heel erg van genoten. Dus dat was weer top. Ik zag ook dat de kijkcijfers heel goed waren. Dus ja, dat gaat heel, heel goed. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was ook weer een mooie uitzending. Ik heb toen de video in elkaar gezet en eventjes een artikel geschreven voor mijn blog. Nog even wat op de laptop opgeruimd. Nog weer wat nieuwe boeken binnengehaald. Twee die moeten nog, want die wilden even niet op dat moment. Maar die komen misschien vandaag nog binnen. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. Echt een hele leuke serie. Ik had een hele hoge matchscore met deze serie. En dat merk ik ook wel, want ik vind het echt heel leuk. En daarna ben ik begonnen met Mokromafia. Maar dan moest ik wel weer eventjes heel erg inkomen. Want het was alweer een tijdje geleden dat ik het laatste seizoen had gezien. En dan merk ik toch dat ik er een beetje uit ben. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk gewoon heel veel series zie. Dus dat was wel eventjes wennen. En wat ik nog steeds wel heel erg vind is de scheldwoorden die daar gebruikt worden. Dat had voor mij echt wel wat minder gemogen. Dat hoeft voor mij niet. Maar ja, goed, dat hoort nou eenmaal bij deze serie. En daar probeer ik een beetje doorheen te kijken. Maar ik heb daar wel wat meer moeite mee. Maar op zich, de eerste aflevering was goed. Dus ik ga vanavond verder met de tweede. Mijn boek is uit, dus ik moet vanavond een nieuwe uitzoeken. Volgens mij is dit echt de laatste. Maar ik vind het wel een beetje raar, want ik vind het een beetje een open einde. Ik zou eigenlijk nog wel hopen dat er een vervolg achteraan komt. Misschien komt hij er ook wel, maar dat is me verder nog niet bekend geworden. Ik ga nu eerst even stofzuigen en dan ga ik mijn muziek meenemen naar boven en jullie uiteraard. En dan gaan we daar eventjes lekker aan de gang. Dus ik heb er zin in, dus tijd om even aan de gang te gaan. Boven beland, dit is dus de bende waarmee ik nu struggle. Ik ga hier boeken, ga ik dat even allemaal afhalen, schoonmaken. De boekensteunen van Ikea achterzetten. Dit moet helemaal opgeruimd worden. Ik heb hier allerlei spullen weggehaald. Dan heb ik daar de bakken staan. Daar ga ik stickertjes op plakken. En daar ga ik spullen in doen. Dat geldt ook voor die bak. En dat komt allemaal hier op te staan. Dus dat is even wat ik van plan ben. Dus tijd om eventjes wat orde in deze chaos te gaan scheppen. Thank you.
moed er nu bij staat. Voor nu is mijn inspiratie even weg, want ik weet even niet hoe ik verder moet. Ik heb in deze kleine bakjes nu de stempeltjes gedaan die ik bij de Zeeman had gekocht. Ik heb deze twee dingen wel geordend. Die bovenste moet nog. Daar moet ik nog echt even mee verder. Maar ik moet erachter ook even heel goed zuigen. Hier heb ik een bak met potloden. Hier zitten kleurstamps in. En hier zitten embossingfolders in. Dan heb ik hier een bak met potloden en hier met verf. Hier moet nog een sticker op en die had ik geschreven. Die kan ik niet meer vinden. We kunnen hier dus nog bakken naast. Maar ja, eventjes voor zo ziet het er dus even zo uit. Dus ik moet even kijken hoe ik nu verder ga. De belangrijke pennen zitten nu in dit bakje. Dus ja, voor nu ben ik eigenlijk wel eventjes blij. Het is natuurlijk nog lang niet klaar, maar ja, beetje bij beetje. De boekensteunen staan. Dus ik heb dat ook, dit stukje al schoongemaakt. Ik denk dat ze, ja, misschien dat ik morgen en anders volgende week gewoon even lekker verder ga. Maar voor nu vind ik dit wel eventjes top hoe het er nu uitziet. Zo, op zich wel lekker bezig geweest. Ik had eigenlijk iets meer willen doen, maar ik merkte dat ik de inspiratie een beetje kwijt was boven. Ik heb wel wat bakken gelukkig in kunnen richten. Ik merkte gewoon dat ik eventjes kwijt was hoe ik het verder wilde doen. Dus nou ja, goed, dan is het ook beter om even te stoppen en gewoon eventjes weer wat nieuwe ideeën op te doen en dan verder te gaan. Want anders dan wordt het niet zoals je wilt natuurlijk. Ik merk wel dat de stickertjes op die bakken van de Vibra iets minder goed blijven plakken. Ik heb ze nu bovenop de deksel geplakt, maar dat gaat iets minder goed. Ja, ik weet niet zo goed waarom dat zo is. Dat is een beetje jammer, maar ja, ik dacht voorop zullen ze ook wel niet blijven plakken, omdat het een beetje rotan is, dat gevlochten zeg maar. Maar met wat ik heb kunnen doen ben ik wel heel blij mee hoor. Maar ik ben nog lang niet klaar. Dat is in ieder geval wel een punt. Dus daar moet ik zeker nog eventjes mee verder gaan. Maar dat komt automatisch ook wel weer goed. Ik heb nu ook twee boodschappentassen staan. Eentje met oud papier en eentje met afval. Dus dan kunnen die ook mooi naar de kliko toe als ik klaar ben. Dus op zich, ja, het is niet heel verkeerd gegaan. Maar ik had wat meer willen doen. Maar goed, zoals ik al zei, de inspiratie was er even niet. Nog wel even lekker gebullet journal, dus dat was op zich wel lekker. Maart even bijgewerkt, februari afgemaakt. Vorige week natuurlijk niet kunnen doen omdat ik verjaardag had. Maar nu is dat lekker wel af. Katten hebben net gegeten, maar Tijgertje die eet niet zo heel goed. Die heeft niet het hele bakje leeg gegeten. Ik had er al niet eens zo heel veel gegeven, dus ik weet niet zo goed wat die heeft. Ze is ook heel erg miauwerig. S'avonds ook, terwijl ze continu bij je zitten en dan kun je eigenlijk niet zoveel. Dus dat zal vanavond wel weer lekker een drama worden. Want ik wil natuurlijk weet ik veel kijken. Dus ja, dat zal wel weer even lastig worden. Maar ik hoop dat ze gewoon zelf even wil gaan liggen. Verder weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik ga kijken naar weet ik veel. Er is niet zo heel veel wat ik heel leuk vind. Dus ik ga wel even kijken. Misschien even zappen of zo. Dus misschien dat er nog wat langskomt. Ik moet sowieso de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. En ik ga de Sweet Magnolia's kijken en ik ga weer Mucromafia kijken, dus dat wordt verder ook wel de avond. En ik hoop natuurlijk weer op een goed cijfer, want vorige week ging ik heel lekker, dus laat ik hopen dat ik deze week ook weer lekker een 6 binnenhaal. Het is gewoon lekker voor jezelf, weet je wel. Ik had trouwens wel bericht gekregen van mijn coach. De planning is veranderd. Ze komt nu maandag in plaats van dinsdag, want ze heeft deze week wat privé dingen waardoor ze iets minder werkt. En toen vroeg ze of het goed was of ze maandag kon komen. Nou, dat is ook prima. Dan gooi ik mijn schoonmaak wel eventjes om. Goed dat ik het nu al weet, dan hoef ik dat niet. Dan kan ik dat in ieder geval mooi even omgooien. Maar goed, ik heb er verder ook nog niks op gehoord. Ik had gezegd dat het goed was. Dus ik zal wel horen dat maandag hoe laat ze er is. Maar dat is dus nu deze week eventjes anders. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. En even wat drinken en zo. En ja, dan gaan we morgen gewoon weer met een Frisse moet misschien boven nog wat doen en anders gewoon even lekker wat dingen voor mezelf. Maar goed, dat is een zorg voor morgen. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 6 maart. Ik zit even lekker op de bank. Achter het glas is het op zich nog wel warm. Ik zat net eventjes aan de andere kant van de bank het spelletje te doen. En dan merkte ik dat het best wel warm was achter het glas. Maar buiten is het wel echt gewoon goed fris. Dus er waait ook best wel een harde wind, dus de deur die waait dan ook een beetje open en zo. Maar goed, die moet ik gewoon even tegenhouden met mijn hand.
Ik heb gisteravond, weet ik veel, gespeeld. Was op zich wel weer leuk. En ik ging op zich best wel lekker. Alleen het probleem was dat hij bij de laatste ronde toch weer afsloot. Ik vind het ook wel vervelend, want je hebt nu tussen de vierde en de vijfde ronde reclame. En dan sluit de app steeds af. Dan mis je toch weer een paar vragen. En dan ja, kan je toch weer geen goed cijfer halen. Dus dat is wel jammer, zeg maar. Finale ging ook niet super goed. Dus ja. Heb daarna even lekker Animal Crossing gespeeld. Want Nathalie had gevraagd of ik rozen had. En of ik er een paar wilde bewaren. Want ik ben heel veel bloemen aan het opruimen. Dus nou, dat heb ik. Die laat ik dan gewoon sowieso staan. Wat overige rozen. Dan kan zij die nog nemen. Hoe ze die wil planten, dat weet ik niet. Maar dat kom ik vast nog wel achter als ze die een keer komt ophalen. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al afgemaakt. Toen ben ik lekker Sweet Magnolia's gaan kijken. En daarna Mokro Mafia. Ik ben in een nieuw boek begonnen, dus dat was het eigenlijk ook wel. Maar ik heb hele zere lippen. Ze voelen heel droog aan. Telkens naar het slapen. Ik had ze wel een beetje ingesmeerd, maar ja, het voelt niet fantastisch. Ik ga zo groenten afhalen. En daarna tuig ik toch nog even naar boven. Maar eerst natuurlijk even stofzuigen. Even kijken wat ik daar nog eventjes verder kan gaan doen. En sowieso even foto's maken. En vanmiddag heb je weer Ajax, maar dat is pas om 4:15. Dus ja, op zich niet een hele spannende planning of zo. Maar gewoon lekker basic. Ik had ook echt een beetje met troubles wat zal ik aantrekken. Want ja, het zonnetje schijnt. Maar ik vind het niet bepaald heel warm, ook binnen niet. Maar goed, we doen einde van de middag sowieso lekker de verwarming weer aan. Maar ik merk wel dat je gewoon, omdat je weet dat de energieprijzen zo stijgen, dat je er wat terughoudender in wordt. Dat je gewoon bang bent dat je ja, toch dan heel veel moet gaan bijbetalen of zo. Dus ja, ik merk dat ik daar wel wat terughoudender in ben. En nou ja, goed, dat gaan we wel zien. Je weet natuurlijk ook niet hoe alles nu gaat lopen, ook omdat met Rusland en zo. Het is elke dag nog wel groot in het nieuws natuurlijk, maar ja, je weet het allemaal niet. Ik ga nu eventjes lekker stofzuigen en even wat doen en ik laat uiteraard straks even de fotospulletjes zien. De fotospulletjes, ik heb hier allereerst van Essence een Glow Glow Go Instant Highlighter. Daar ben ik wel benieuwd naar. Het is een liquid highlighter. Dan heb ik een Pro Slim Eyeshadow Palet van Catrice. Dit is het Lavender Breeze Palette. En dit lipcontourset van de Primark. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Dus dan kan ik dit lekker gaan proberen deze week. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb boven wel iets gedaan, maar het is eigenlijk niet heel veel. Want ja, ik was nog steeds een beetje inspiratieloos. Dus vooral wat opgeruimd. En heb even uitgebreid de tijd genomen om make-upjes uit te kiezen. Dus dat was wel leuk. Ik heb lekker foto's gemaakt. Dat is wel weer even lastig. Want ja, zoals ik al vaker heb verteld, Tijgertje wil er continu bij. Ik weet niet wat dat van haar is. Maar dat is niet altijd even handig. Ik had net de laptop alleen al even weggezet. Maar ik zag nu dat Ajax niet op tv is. Dus de stream moet aan. Dus die moet ik eventjes weer aanzetten, want ik had de laptop aangezet, want Frank vroeg of ik zijn stream even wilde kijken. Dus dat had ik wel gedaan, alleen ja, dan moet de stream zo uit, want anders kan ik geen Ajax kijken. Nou ja, dat ga ik soms weer lekker doen. Straks ook even lekker douchen en eten. Vanavond heb je Wie van de Drie, dat ga ik kijken. Je hebt een nieuw programma op SBS6 met een eiland. Ik wil het wel een kans geven om te kijken wat dat voor me is. Maar als het iets als Expeditie Robinson is, dan haak ik snel af. Want dat is niks voor mij. Maar goed, dat gaan we wel even zien. Million Dollar Island of zo heet het. Ik weet het niet eens precies. Maar we gaan wel even zien of dat wat is. Wat is er? Kom maar. Ja, kom maar gauw hier. Verder ga ik eventjes mijn foto's bewerken. Ik wil ook even nog aan de gang. Want ik heb een extra video opgenomen. Die komt dinsdag online. Dus daar wil ik nog even voor aan de gang. Misschien dat ik daar alvast wat aan begin. Ik ga sowieso Sweet Magnolia's kijken. En vanavond weer lekker flikken. En ja, dat is het eigenlijk ook wel. Ik heb wel weer lekker geslapen in een schoon bedje. Ik word daar zo blij van. Maar mijn voeten zijn nu heel erg aan het vervellen. Dus je vindt overal van die velletjes. Omdat ik die iltsokken vorige week had aangedaan. Maar goed.
Ik ga eventjes een stream opzetten en dan ga ik eventjes lekker wat drinken. En dan ga ik eventjes lekker relaxen bij Ajax in de hoop dat we gaan winnen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 7 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel weer koud. Maar goed, het zonnetje schijnt. Maar volgens mij zou het ook weer wat kouder worden. Dus nou ja, we gaan het wel zien. Ik ben ook niet zo heel erg thuis in de weerberichten, moet ik zeggen. Ik heb gisteren lekker Ajax gekeken. En oh, dit was een wedstrijd, jongens. Ik heb er gewoon hoofdpijn van gekregen. We begonnen eigenlijk vrij goed. Wij gingen de rust in met 2-0. Nou, dat is altijd lekker. We moesten tegen RKC. Na de rust ging het eigenlijk al vrij snel mis, want toen kwamen we op 2-2. Want RKC scoorde ook 2 keer. Ik moet zeggen, we hebben momenteel Onana als keeper, omdat de andere keeper geblesseerd is. En Onana vind ik nou niet de beste keeper die we hebben. Maar goed, je moet wat. Maar toen gooide RKC hun eigen glazen in, want hun haakte een speler onderuit, wat eigenlijk helemaal niet nodig was. En toen kregen wij dus een schot op het doel en die zat erin. Dus heel blij, toen werd het 3-2. Dus toen was het gelukkig ook bijna afgelopen. Toen hadden we alleen nog de blessuretijd die we moesten uitspelen. Dat was 5 minuten. Nou, dat zijn 5 minuten best wel lang. Uiteindelijk hebben we gewonnen. Dus ik zat hier te juichen op de bank. Ik was helemaal blij. Want nu staan we weer eerste. Want nu staan we toch weer 2 punten voor op PSV. Dus dat was wel heel lekker. Maar ik had er wel even hoofdpijn van. Ik vond het echt gruwelijk spannend. Maar goed, we hebben het weer gered. Verder heb ik Wie van de Drie gekeken gisteravond. Was ook wel weer leuk. En ik heb dat Million Dollar Island gekeken. En ik moet zeggen, ik vond het best wel leuk. Het was wel heel anders als Expeditie Robinson. Dit zijn dus 100 onbekende mensen. Die krijgen allemaal een bandje om hun pols. Bandje is 10.000 euro waard. En het is de bedoeling dat je dus 2 maanden op dat eiland blijft. Maar als je daar komt, er staat voor 3 weken staat er eten. Maar er waren al gelijk heel veel mensen die dus groepjes begonnen te vormen. En mensen begonnen al het eten weg te halen. Dus er was 1 groep die had bijvoorbeeld heel veel eten. Dat noemden ze ook groep supermarkt. Dan had je een andere groep die had bijna niks. Maar goed, ja, voor 3 weken eten. Dus je moet toch op zoek gaan naar andere middelen om te eten. Ze moesten ook eigen slaapplaatsen maken. Ik was ook verbaasd. Ze deed zelfs een vrouw mee van 71. Dat je denkt van, gatsie, waar begin je aan? Ik zou zelf er nooit aan meedoen. En na 3 dagen kwamen ze dus bij elkaar. En dan mochten mensen aangeven of ze al naar huis toe wilden. Er wilden dus 5 mensen naar huis. En als je naar huis wilt, dan geef je dus je bandje aan iemand anders. En dat die persoon is dan ineens bijvoorbeeld 2000 euro waard. Dus ja, eigenlijk is de bedoeling dat je ook gewoon vrienden maakt. En dat je zoveel mogelijk bandjes probeert te verzamelen. Want dat kan je dan weer goed uitkomen in de finale. Want dan kun je dus heel veel geld verdienen. Maar ik vond het leuker dan verwacht. Ik had wel zoiets als het Expeditie Robinson-achtig is, dan is het niks voor mij. Want dat vind ik helemaal niks. Maar dit was heel anders. En ik vond het toch wel, ik vond het wel leuk om naar te kijken. Ik heb ook nog even lekker Animal Crossing gespeeld. Ik heb mijn foto's bewerkt. En dat was het ook wel. Toen ben ik Sweet Magnolia's gaan kijken. En daarna lekker flikken. Dus ja, al met al wel een lekker avondje. Ik heb alleen een beetje last van mijn buik. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. En ik heb ook mijn nagels gedaan. Ik zal het lakje even pakken, want die ben ik vergeten. Dat is dit kleurtje. Die ga ik even voor jullie pakken. Ik heb een nieuwe haarstijl uitgeprobeerd. Volgens mij is het redelijk gelukt. Dus, waar heb ik hem staan? Hier. Ja, hij wil een beetje scheef dicht. Ik weet niet. Hij is een beetje scheef gemaakt of zo lijkt het wel. Het is de Clean and Strong nagellak van Essence in deze kleur. En ik vind hem wel mooi, want hij is eigenlijk een beetje nude-achtig. Dit is de 2 Money Fuck. En je ziet dus dat hij dus een beetje scheef dicht gaat. En hij wil dus niet recht dicht. Dus je moet hem wel goed laten staan. Dus ik vind hem wel heel leuk. Ik ga, zoals ik al had verteld, de planning is anders. Dus ik ga vandaag boodschappen doen. Dus ik ga zo wel even stofzuigen. Dan wil ik een beginnetje maken met de keuken. Mijn coach komt pas tussen 3:30 en 4:00. Dus ja, ik dacht, dan kan ik mooi even een beginnetje maken met het schoonmaken van de keuken. Want ik maak eigenlijk altijd alles wel schoon. Maar de keuken die schiet er toch vaak een beetje bij in. Dan doe ik dat wel zeg maar na het koken. Maar echt de grote beurten die vergeet ik soms nog wel eens. Dus dat ga ik soms even doen. Dan ga ik beginnen met de keukenkastjes.
die wil ik even reorganiseren. Dan ga ik daar gewoon een begin mee maken. En dan kan ik van de week of volgende week wel weer verder. Ook niet alles hoeft in één keer. Maar dan heb ik in ieder geval even wat om handen. Dus dat ga ik zo even doen. Ik ga jullie daar verder denk ik ook niet bij zetten. Want ik neem jullie straks nog wel eventjes mee de winkels in. Want ik weet dat dat ook wel gewaardeerd wordt. Maar dat ga ik dus nu even doen. Dus eerst even stofzuigen. Lekker een muziekje aanzetten. En dan ga ik mooi eventjes daarmee aan de gang. Dus ja, dat ga ik nu maar eventjes doen. Zo, ik ben terug van de boodschap. Ik heb even het gordijn dicht gedaan. Ik heb precies de zon in mijn gezicht. En anders kan ik het niet vertellen. Want er is iets heel grappigs gebeurd. Ik had jullie verteld dat ik op zoek was naar schoenverdelers. En ik keek steeds op internet bij de Zeeman. Hadden ze niet. Ik had het daar gevraagd. Ze zeiden nee, we hebben ze alleen maar online. Zag ik het volletje van de trekpleister. Daar stonden schoenverdelers in. Dus ik dacht, ga ik daarheen. Dus ik daarheen en ik had het gevraagd, want ik zag ze niet. Toen zei ze, nee, we hebben ze alleen maar over 2 weken krijgen we ze pas. Dus in week 12. Oké. Ik moest sowieso even naar de Zeeman toe voor wat bakken. En wat zie ik daar? De schoenverdelers. Dus kijk, ik heb ze nou alsnog bij de Zeeman kunnen kopen. Dus ik heb er een heleboel. Maar zo zien ze eruit. Ze hadden zwart en wit. En ik heb gewoon zwarte genomen. Dus ik ben er heel blij mee, want ja, ik zag ze eigenlijk in één keer in een bak liggen. Dus ik heb er een heleboel in geslagen. Dus nu kunnen we lekker de schoenen gaan ordenen en daar heb ik heel veel zin in. Ook heb ik van de gemeente kon ik 2 zelftesten ophalen voor de corona. Dus die hebben we ook gelijk even opgehaald. Dan heb ik die gewoon liggen, dat mocht het nodig zijn. Nou, ik ga eventjes die schoendingen eruit halen, want het zijn er echt wel heel veel. Ik heb er heel veel genomen. Oh ja, oké. Dit is niet zo grappig. Even kijken hoor. Oh, het is gelukt. Bij Kruidvat had ik nog een nieuwe mascara. Die was nu met korting. De False Lash Effect van Next Factor XXL. Die was nieuw, dus die kon je nu gratis proberen voor een hele grote korting. Dus die heb ik gekocht om te proberen. Even kijken, ik heb chicken wings voor lekker voor donderdag gekocht. Ik heb weer even het schuimmelk meegenomen, want ja, dat vind ik gewoon heel lekker. Even kijken hoor, wat had ik verder? Oh ja, ik had heel veel van mijn koffie weg moeten gooien. Dus ik heb nu de Starbucks cappuccino meegenomen. Want die was nu met 50% korting. En ook deze. Dan heb ik ook weer 2 keer het ijs meegenomen. Dat is ook met korting. De Snickers en de Magnum. Heb ik. Waar is de Magnum? Hier. Tijger, volgens mij zit jij nu net in het beeld. Dat is niet zo handig. En rotkeelentjes. De hoofdtas. Slavinken. Speklappen. Die heb ik voor volgende week maandag. Dan ga ik er gewoon een heleboel van in de vriezer doen. Want het is gelijk een heel groot pak. Tijger voor de camera weg nu. Die vind ik wel heel lekker. Ik had een beestje bij elkaar. Dus dit is Lola, lapjeskat, die mocht mee naar huis. Hij kan alleen niet hangen, maar ze zijn best wel hard. Want ik heb dat varken tegen mijn hoofd gehad vorige week en hij is best hard. Maar Lola is binnen. Voor in mijn tas een rolletje pepermuntjes. Mijn coach had deze taartschep voor mij gehaald. Want ik was dus op zoek naar een taartschep vorig jaar al. En elke keer kon ik ze niet vinden. Die was ze bij de Lidl tegengekomen.
En toen dacht ik, ik neem hem gewoon mee. En als ik hem dan zelf nog zou vinden, dan kon ik hem zelf nog meenemen. Dan had zij er zelf een set. Maar die was nu maar 4 euro. Dus toen dacht ik, ik neem hem gewoon mee. Dus dat was echt top. Lekker bonen. Die waren in de aanbieding bij de Boni. Spekreepjes. Haricots. Die zijn echt wel heel duur geworden, moet ik zeggen. Maar goed. Dan hebben we hier de chocomel. Dan heb ik vlekverwijderaar. Ik doe dat altijd in de witte was. Ik had dat laatste tijd. Deze kan ook voor de gekleurde was. Ik had dat een tijdje geleden bij Lidl gekocht. En toen had ik het later weer gezien. Hadden ze het niet. Dus nu deze. En aardappeltjes. En patatjes. Dus dat zijn alle boodschappen. Dus ik ga dit zo meteen even mooi opruimen. Dan ga ik daarna eventjes lekker wat drinken. Even nog wat naar boven brengen, denk ik. Want het is hier nu best wel een beetje een bende. Ik was eigenlijk niet meer heel veel kunnen doen in de keuken. Want mijn coach appte of ik al eerder kon. Want ze was om 3:15 al klaar. Dus ik zei, nou, is ook wel goed. Dan ga ik gewoon van de week wel even verder. Dus ik heb daar niet meer heel veel aan kunnen doen. Maar nou ja, goed. Dat komt wel weer. Ik ben op zich wel lekker bezig geweest. Dus ik ben er op zich ook wel blij mee. Maar het is nog niet helemaal geworden zoals ik wilde. Dus daar moet ik nog even mee verder. Verder vanavond weet ik het eigenlijk niet. Ik ga straks douchen en eten. Vanavond staat alles in het teken voor Oekraïne. En ik snap het wel heel goed. Alleen, ik word er niet heel vrolijk van om daar de hele avond naar te kijken. Want het stemt me ook best wel treurig, moet ik zeggen. Ik denk, ik ga wel even iets opzoeken. Ga sowieso even gamen. En misschien dat ik ook wel gewoon even zeg, ik ga de verhulsjes kijken. Ik weet het gewoon niet. Ik moet gewoon even kijken. Want ja, de hele avond, dat is gewoon een beetje treurig. Ik ga wel eventjes nog een video in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. Want ik wil morgen een extra video online hebben. Verder, je hoort nu mijn mail binnenkomen. Want ik heb de laptop aanstaan. Want Frank had mij geappt. En die had gevraagd of ik zijn game wilde aanzetten. Dus ik zei, doe ik even als ik thuis ben. Verder ga ik wel Sweet Magnolias kijken en flikken. En dat is het ook wel. Dus verder niet heel spectaculair of zo. Maar ja, goed. In ieder geval, dat is de planning. Ik ga nu in ieder geval lekker opruimen. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga verder nu niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 8 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond, nadat ik de boodschap had opgeruimd, eigenlijk was het nog gistermiddag, even het keukenkastje nog afgemaakt. Want ik was daarmee begonnen en het zat toch nog in mijn hoofd dat ik hem af wilde maken. En na de afwas heb ik ook nog eventjes het pannenkastje georganiseerd. Dus ik kan het wel eventjes laten zien hoe het er nu uitziet. Jullie hebben natuurlijk niet gezien hoe het er eerst uitzag. Het kastje ziet er nu zo uit, dus gewoon echt helemaal geordend. Schone kranten erin, ik heb altijd kranten in mijn kastjes, dus daar ben ik heel blij mee. En dan is dit het pannenkastje die er nu zo uitziet, dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Dus dat waren alweer 2 klusjes die ik klaar had. Ik heb goede tijden gekeken. Ik hoorde trouwens gisteren dat Cas Jansen, degene die de rol van Julian Verduin speelt, een fietsongeluk heeft gehad. En daardoor de komende tijd niet zijn rol kan spelen. Omdat er misschien een operatie moest komen en hij voorlopig moet revalideren. Dus die rol die wordt nu overgenomen. Als het goed is, tijdelijk. Dus is te hopen dat hij, als hij weer helemaal genezen is, weer terug kan komen, zeg maar, in zijn rol. Dat is natuurlijk altijd even wennen, maar het zal pas vanaf mei op televisie te zien zijn. Ik heb wel een stukje van de actie van Giro 555 gezien voor Oekraïne. Maar ik heb ook wel eventjes zitten gamen en ik heb op een gegeven moment eventjes de verhulsjes zitten kijken. Want ik had echt wel even behoefte aan een wat vrolijker iets. Dus daar moet ik altijd wel heel erg om lachen. En het is niet omdat ik mijn ogen sluit voor wat er nu allemaal speelt. Absoluut niet, want ik krijg het echt allemaal wel mee. Alleen, ik merk wel dat ik heel down word van alle nare beelden die je ziet. En dat is gewoon heel, heel naar. Dus ik had zoiets, ik heb gewoon niet de behoefte om de hele avond naar zo'n programma te kijken. En ze hebben wel een heel mooi bedrag opgehaald. Dan las ik wel bij reacties dat mensen zeiden, gaat het geld wel echt naar deze mensen toe? Want dat schijnt bij eerdere Giro 555 acties ook wel een beetje de vraag te zijn geweest. Maar laten we ervan uitgaan dat ze gewoon in ieder geval misschien goederen gaan kopen voor deze mensen. Of
nou wat dan ook. Of het geld daadwerkelijk naar deze mensen toe zal gaan in echte vorm van het geld. Dat is wel een beetje lastig, misschien omdat het anders bij Rusland terechtkomt. Maar misschien dat ze er andere mooie dingen mee gaan doen, dus dat weet ik verder ook niet. Ik heb mijn blogpost geschreven en ik heb een extra video in elkaar gezet en ook ingepland. Dus dat is allemaal gelukt, die staat ook al online. Ik ben de Sweet Magnolias gaan kijken en daarna had ik lekker weer flikken. Dus op zich wel een prima avondje eigenlijk. Dus wel was wel lekker, maar het was wel eventjes vreemd omdat je nu niet zo heel veel had om te kijken. Maar goed, dit was natuurlijk ook wel belangrijk dat ze dit zouden doen. Ik ga eventjes een wasje aanzetten en dan ga ik lekker aan de gang hier. Ik ga de douche doen en de gang. De kattenbakken lekker. Zullen ze ook wel weer blij mee zijn. En ik moet nog even een hele grote was opvouwen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik had ook alle boodschappen al naar boven gebracht. En ik heb echt zo'n zin om deze week aan de gang te gaan met het ordenen van de schoenen. Ja, daar heb ik al heel veel zin in. Ik ga even muziek aanzetten en dan ga ik eventjes wat doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Veel gedaan, moet ik zeggen. Ik heb dus gewoon de kattenbakken gedaan en de gang en de douche. Ik heb zelfs nog een deel van de keuken meegenomen. Ik heb even het hele aanrecht waar heb ik het mee gedaan? Met schuurmiddel gedaan. De tegeltjes heb ik al voor het grootste gedeelte helemaal schoongemaakt. De kraan helemaal. Mijn wasbak, zeg maar, die heb ik ook even helemaal ingezet met schuurmiddel. Goed nagespoeld. Ze is ook helemaal lekker schoon. Nou, de was is opgevouwen. Ik zag alleen dat in een jurkje een heel klein gaatje op de naad zat. Dus die moet ik even naaien. Maar dat is niet zo heel veel werk. Dat kan ik van de week mooi eventjes doen. Dan kan het ook weer mooi netjes de kast in. Dus ja, al met al best wel lekker bezig geweest eigenlijk. De was is ook al klaar. Ik hoef alleen nog eventjes de droger zo meteen aan te zetten. Want ik heb hem er al in zitten. Ik hoef alleen nog even op de knop te drukken. En dan kan die mooi drogen. Dus ja, ik heb best wel veel in korte tijd kunnen doen. Dat vind ik eigenlijk best wel lekker. Ik ben er ook best wel blij mee. Ik heb een heel fijn gevoel dat het allemaal weer schoon is. Ik denk dat de katten ook weer heel blij zijn met de schone bak. Ik moet zeggen, ik had het kattengrit van de Lidl geprobeerd. Ik vind het wel heel fijn kattengrit. Want het zijn hele fijne korreltjes. En als je dus gaat scheppen... ook de urine van de kat, die klont het daarin. Het nadeel is alleen dat die gritjes blijven tussen hun pootjes zitten. En ik vind dus overal gritjes. Dus als hun een keer ergens op tafel lopen, heb ik gritjes op tafel. En eigenlijk is het voor mij gewoon... ik ben een dief van mijn eigen portemonnee, laat ik het zo zeggen, als ik het blijf kopen. Want één zo'n bak kost 4 euro en ik doe er letterlijk maar 2 keer mee. Omdat ik natuurlijk 2 kattenbakken moet vullen. En de zakken die ik gewoon heb van de Welkoop, daar doe ik echt veel langer mee. Omdat het hele grote zakken zijn. Dus voor een keer om het te proberen vond ik het heel fijn. Maar omdat het eigenlijk gewoon in verhouding voor mij best wel duur is voor het aantal keer dat ik het kan gebruiken, zal ik het niet weer kopen. Tenzij het gewoon een keer zo uitkomt dat ik kattengrit nodig heb en ik op dat moment niet naar de Welkoop kan. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel fijn grit. Ik moet ook zeggen, je rook het ook veel minder. Het was heel erg absorberend qua geur. Want ik rook nu nog niet eens de kattenbak. En ik had hem vorige week maandag gedaan. Maar goed, wel elke dag dus de viezigheidjes eruit geschept. Ik ga het nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten.
vanavond Goede Tijden kijken en we hebben weer Mas. En daar heb ik wel heel veel zin in, want ik vind het heel spannend. Want Arjan en Maurice krijgen hun gesprek, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ik wil sowieso de vlog afmaken vanavond. Ik moet foto's bewerken voor mijn blogpost voor morgen. En ik ga sowieso weer naar de Sweet Magnolias kijken en flikken. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair of zo. Ik kreeg wel weer een melding van nu dat de besmettingen flink verdubbeld waren. Maar ik hoor ook van steeds meer mensen dat ze nu toch besmet zijn met corona. Sommige mensen krijgen het zelfs nog een keer. Dus ja, maar het lijkt wel dat corona is nu natuurlijk een beetje naar de achtergrond verdwenen. Ook doordat alles wat er nu in Oekraïne speelt en omdat we onze vrijheid weer terug hebben, hoor je er niet zo heel veel meer over. Maar ik krijg nu ineens van nu weer steeds meldingen hoe de besmettingen ervoor staan. Dus een beetje apart. Goed, ik ga in ieder geval bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Het kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe dan ook zeker even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!